Het is best wel erg een spanning, want het is gewoon, ja, dat heb ik zelf tenminste. Er komt rook uit je mond. En er zit als het goed is ook een stofje in dat hetzelfde bij roken is, dat je verslavend is. Dus dan word je sneller verslaafd en dan krijg je steeds meer de idee om het nog een keer te doen. Vapen, het roken van e-sigaretten, is de laatste jaren enorm populair geworden. Vooral onder jongeren lijkt het toe te nemen, mede door de vele smaakjes en de wegwerpvapes. Dat zien ze ook bij het Trimbos Instituut, die onderzoek doet naar de effecten van vapen. Wat we wel horen uit het hele land is signalen van uit allerlei hoeken, van onderwijzers, van ouders, van media, dat iedereen signaleert dat er een toename is van jongeren die nieuwsoortige vape-producten gebruiken. Wat het nieuwste is, wat we dan nu eigenlijk zien, zijn hippe, kleine productjes. Ze zien er toch weer een beetje uit als een memory stick. Die zijn voor eenmalig gebruik, dus die zijn niet hervulbaar en ook niet op te laden. En daar zitten dan in dit geval meestal geen e-sigaret vloeistoffen in, maar er zit nicotinezout in. En de nicotinezouten die hebben als effect dat ze sneller worden opgenomen en dus sneller een effect hebben in de hersenen. En dat als je ze inademt, ze minder nare gevoelens in je keel geven. Nou, ik zie voornamelijk een verschuiving tussen het conventionele roken en het vapen van vloeistoffen. En voornamelijk onder de jeugd de disposable vapes. Die worden per 3, 4, 5 tegelijk verkocht. Maar ook in de e-sigaret zitten gevaarlijke stoffen, giftige stoffen en met name ook nicotine. Dus een e-sigaret is zeker niet onschadelijk voor de gezondheid. Vooralsnog, de onderzoeken die nu bekend zijn, is het 90-95% minder schadelijk dan het gewone roken. Maar als je echt gezond wil doen, moet je natuurlijk een kiwi eten. Ik vind het eigenlijk wel lekker. Maar ik zat er aan te denken om er een te kopen, maar nog niet zo ver gekomen. Ik heb het 1 keer gedaan op een festival en toen hoorde ik dat het super slecht was. Toen dacht ik, ja, dat ga ik niet meer doen. Bijvoorbeeld op school, die vinden het dus super stoer. En dan loop je de wc binnen en zie je opeens iemand met rook uit zijn mond en zijn vape snel in je zak doen. En ik denk dat het ook echt soms, ik vind het zelf dat het vooral ook een beetje is om stoer te doen. Ik denk mensen kiezen vapen, omdat het heeft een lekker smaakje. Het is niet zoals sigaret roken, want dat toch weer net niet helemaal lekker proeft of zo. Een jongen uit onze klas die verkoopt vapes. En ik zie veel minderjarigen met vapes. Het is wel heel lekker, omdat ook de sigaretten de minst niet meer te koop is. Is het wel een fijn alternatief. Ik zie wel steeds vaker, toen ik in de eerste kwam, niemand echt rookte of vaped of iets. Maar ik zie nu wel, nu ik in mijn laatste jaar zit, er zijn wel steeds meer eerstejaars, tweedejaars komen die wel echt dit soort dingen doen, zeg maar. Ik denk dat het ook een beetje een dingetje is van deze tijd. Zo, als je 10 bent, dan spaar je Pokémon's. Als je 18 bent, doe je vapen. En als je 50 bent, dan drink je whisky. Een beetje, ik denk wel echt dat het een leeftijdsding is en een beetje een modegril. En ik zeg ook wel vaak tegen mensen, vraag ik of ze gewoon roken op dit moment. Of dat ze niet roken. Als ze niet roken, dan zeg ik, weet je, waarom ga je dit dan doen? Voor e-sigaretten zit er op korte termijn wel een andere verandering aan te komen. Want de smaakjes, die juist voor jongeren zo bedoeld zijn voor jongeren. Aardbeesmaakje, appel, banaan, strawberry, weet ik veel, ice cream. Die worden verboden. Dus binnenkort kan je geen e-sigaret meer kopen met mango smaak en met andere zoete of fruitsmaken. Want de overheid ziet wel dat dat juist bedoeld is om jongeren aan te trekken om e-sigaretten te gaan gebruiken. En dat willen ze voorkomen. Dus de smaakjes gaan er binnenkort af. Ik denk dat het vapen onder jongeren wel minder zal worden. Maar de kans is wel groter dat ze weer terugstappen naar het conventionele sigaretje. Als dat verboden wordt, de smaakjes? Nee, dat zou ik het niet doen. Nee.